Hallo, mijn naam is Sarah van It is a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het maandag 4 maart 2024 en dit is filmpje nummer 130. Ik ga je vertellen over mijn handwerkprikkelen van afgelopen week. Het is lang geleden dat ik zo weinig gehandwerkt heb. Ik heb nauwelijks gebreid en gehaakt. Mijn week was enorm druk en ondanks dat dat niet echt door ongeplande dingen kwam, overviel het me een beetje. Op een of andere manier had ik het me van tevoren niet echt gerealiseerd. Nu waren het met name fijne dingen die mijn dagen vulden, allemaal dingen waar ik erg blij van werd. En uiteindelijk erg moe, maar zeer voldaan en met een warm hart. Interessant was wel dat de hoeveelheid werkjes op mijn naalden ineens totaal anders aanvoelde. Waar ik vorige week nog al mijn WIPs liet zien, Works in Progress, en vertelde dat ik het prettig vond om zoveel op mijn naalden te hebben, ervaarde ik dat na deze drukke week totaal anders. Ineens was het overweldigend. Te veel. Wist ik niet waar ik moest beginnen en viel ik een beetje stil. Zo interessant om dat op te merken. Het deed me realiseren dat de manier van handwerken niet alleen persoonlijk is, maar ook afhankelijk van je omstandigheden. Waar ik met veel handwerktijd goed gedij bij veel verschillende dingen op mijn naalden, is het wanneer ik het druk heb fijner om slechts aan één enkel project tegelijk te werken. Gisteren heb ik mijn handwerktijd een beetje gecompenseerd. Door het overweldigde gevoel had ik letterlijk moeite met de draad weer oppakken. Na een aantal uur zat ik er echter weer helemaal in en voelde al mijn werkjes weer helemaal oké. Ik kon me ineens zo goed voorstellen dat wanneer je een drukke baan, kleine kinderen of gewoon heel veel te doen, heel veel verschillende hobby's of andere verplichtingen hebt, het heel fijn kan zijn om slechts aan één werkje tegelijk te werken. En dat het ook extra uitdagend kan zijn om dan uit al dat moois een keuze te maken. Ook realiseerde ik me dat je dan waarschijnlijk misschien niet elke week een filmpje kunt maken, omdat je dan minder hebt om over te vertellen. Dat is ook wat ik nu voel. Dus vandaag een lekker kletsfilmpje van achter de keukentafel. Ik heb wel een heel klein beetje vooruitgang geboekt bij verschillende werkjes. Maar niet zoveel dat het genoeg is om daar een heel filmpje mee te vullen zonder al te veel in herhaling te vallen. Maar er zijn nog wel een aantal andere dingen die ik met je wil delen. Ik had een heel fijn en prettig inzicht gisteren ineens. En dat heeft te maken met wat ik aan heb. En ik dacht, laat ik de handwerkers van mijn dochter er eens bij pakken. Dat wil ik eigenlijk al heel lang doen, maar het komt er steeds niet van. Maar nu ik zelf zo weinig gehandwerkt had, dacht ik, weet je wat? Dan kan ik eens laten zien wat zij allemaal heeft gemaakt de afgelopen maanden. Of een heel klein beetje gewoon laten zien. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Maar laat ik beginnen met wat ik aan heb. Want ik heb vandaag niks gebreids aan, niks handgemaakts aan. Ik vond in mijn kast dit vest. En dit vest heb ik al ontzettend lang. Ik denk meer dan 10 jaar. En ik heb het ook echt ontzettend vaak gedragen. Het is niet handgebreid, maar wel machinaal gebreid. Met een heel fijn steekje en een heel fijn draadje. En het is, ik heb het opgezocht, 80% lamswol en 20% polyamide. En zoals ik al zei, ik heb het ontzettend vaak gedragen. Het is al meer dan 10 jaar oud. En op wat kleine pilletjes hier en daarna ziet het er echt nog prima uit. Vooral hier zo bij de effen stukjes vallen die pilletjes goed op. Maar dat kan ik waarschijnlijk wel verhelpen door een keer dat apparaatje erlangs te halen. Het vest is van het merk King Louis. King Louis. Oh, nou klinkt het hetzelfde. Nou, dat dus. En het hangt niet, ondanks dat het van wol is, hangt het niet op mijn rek met handgemaakte items. Want ik heb het niet handgemaakt. En het was dus eigenlijk een beetje, ik had het uit het oog verloren. Gisterochtend, heel vaak hang ik wat klaar, wat ik de volgende dag aan wil. In het weekend, door de week hoeft dat niet, dan staan mijn man en ik tegelijk op. Maar in het weekend blijft hij vaak nog even liggen, omdat ik gewoon heel graag vroeg uit bed ga. En ik wil hem dan niet storen, zeg maar. Het is niet dat hij daar echt wakker van wordt. Maar dat rek staat dus echt naast zijn stuk van het bed.
Dus toen dacht ik, ik was vergeten wat klaar te hangen de avond ervoor. En ik heb beneden ook altijd nog vest hoor, dus dat was geen probleem. Maar toen ging ik uit de kast, die dus buiten onze kamer is, een jurk pakken. En daar hing dit vest achter. Toen dacht ik, oh ja, die heb ik ook nog. Dus die trok ik aan en toen merkte ik dat ik me daar toch ook wel weer heel fijn in voelde. Dit is echt heel lang een van mijn lievelingsvesten geweest. En nou ja, ik kon voelen waarom. Dus dat had ik gisteren aan en ineens realiseerde ik me iets. En dat was dus het inzicht dat ik met je wil delen. Ik realiseerde me dat de winter zo goed als voorbij is. Het is maart, dus de lente staat echt op het punt van beginnen. Nou ja, dat is maar net hoe je het bekijkt, hè? Maar de winter is voorbij. En ik heb niet één keer iets nieuws gekocht. Vanuit de behoefte dat ik iets nieuws wilde kopen. Ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Ik denk, volgens mij is het grootste deel van de mensen die naar mijn filmpjes kijkt, is vrouw. Dus ik verwacht wel enige erkenning. Maar dat gevoel van binnen, dat je denkt, oh, ik heb nu echt een nieuwe jurk nodig. Ik moet nu een nieuwe trui of een nieuw rokje of nieuwe schoenen, wat dan ook. Dat gevoel. Dat had ik eigenlijk ook altijd wel. En daar luisterde ik dan ook altijd naar. Want naar je gevoel moet je luisteren, toch? En het was niet dat ik heel veel kocht. En ik was daar vaak wel bewust mee bezig. Maar het gebeurde elk seizoen wel een keer dat ik overvallen werd door een enorm verlangen naar iets. En dat was dan gewoon niet te stoppen. Dan kon ik met mijn verstand denken, dat heb je toch niet echt nodig. Of daar heb je nu toch eigenlijk niet zoveel geld voor. Of dat komt niet. Nee, dan moest het er gewoon komen. Het was een kracht die sterker was dan ik. Laat ik het daarop houden. Nou ja, en dat moet je dan volgen. Hè? Ik bedoel, kun je geen weerstand tegen bieden. Daar deed ik dan ook niet zo heel erg moeilijk over. Dus het gebeurde dat ik eigenlijk elk seizoen ook wel één of soms meerdere impulsieve aankopen had. En het verschoof al een beetje mijn kledingsmaak. Vroeger ging ik ook gewoon naar die grote winkels waar je er in elke stad eentje van hebt. En dat deed ik heel soms nog steeds wel eens. Maar langzaamaan verschoof het ook wel en werden mijn wensen wat explicieter. Of ging ik op zoek naar bepaalde merken en bestelde ik ook wel online. En dat was dan nog vaak, ik heb namelijk echt een bloedhekel aan winkelen. Ik haat dat. Zeker als je op zoek bent naar iets. Maar online een jurkje bestellen, gewoon vanaf de bank, dat ging dan, als je dan overvallen wordt door zo'n intense kracht. Ging dan toch wel heel erg makkelijk. Dus dat. Maar dat heb ik dus deze winter niet één keer gehad. En ineens, toen ik dit vest dus aan had, realiseerde ik me dat ineens. Ik heb wel nieuwe dingen gehad, overigens hoor. Het enige nieuwe kledingstuk wat ik gekocht heb. Ik heb er echt heel goed over nagedacht, dus ik denk dat ik niks vergeten ben. Maar misschien heb ik een blinde vlek. Wat ik gekocht heb is een maillot. Ik heb een nieuwe linnen jurk gekregen in september. Dus dan was het eigenlijk nog niet eens winter. Van Karin, van Little Shop Around the Corner. En ik heb 2 keer stof gekocht voor een jurk die ik zelf heb gemaakt. Dat is sowieso deze winter gebeurd. Dus ik heb wel degelijk nieuwe kleding. En ik heb ook deze rok heb ik gemaakt met een lap uit de kringloop. Maar die had ik ook al in de zomer gekocht. Dus ik heb wel degelijk een aantal nieuwe items. En ook natuurlijk nou ja, sowieso mijn kersttrui. Mijn sokcardigan, nou was ook september, was ook nog niet echt winter. Nou, ook een aantal handgemaakte items heb ik wel toegevoegd deze winter. Maar ik heb er bijvoorbeeld geen wol voor gekocht deze winter. Wanneer begint de winter? 21 december. Nee, sowieso niet. Nee. Nou ja, goed. En ik heb dus niet één keer het verlangen gehad waardoor ik overvallen werd dat ik een nieuwe jurk moest kopen. En dat is grappig. Ik keek zo eens naar mijn kledingkast en ik realiseerde me ook ineens dat ik bijna altijd, zeker in de winter, handgemaakte kleding draag tegenwoordig. En niet mijn basics, hè, mijn maillot en mijn shirtjes eronder, die koop ik gewoon in de winkel. Maar altijd een handgemaakte trui of vest en een handgemaakte jurk of rok. Dat is grappig, want toen ik dat nog niet deed, toen wilde ik altijd meer en meer en meer. En nu ben ik dan toch een soort, ja, ik wil nog steeds wel meer jurken, maar ik heb er niet te weinig. Dat is een beetje een verwarrend gevoel. Dus dat vond ik heel interessant om te merken. Alsof mijn garderobe compleet is nu. Ik merk het ook echt
in mijn breien. Ik heb nu een aantal projecten op de naalden staan die voor mijzelf zijn. Ik denk dat ik vroeger mezelf altijd wel voornamelijk omschreven zou hebben als product knitter. Dus vooral gericht op het eindresultaat. Ik merk, dan had ik altijd een soort van, oh, ik wil het aan en ik heb haast en ik wil het dragen. Ik heb dat nu niet zo. Dat is heel gek. Ik ben mooie, fijne dingen aan het breien, maar ik voel niet zo... Ik ben er ook van aan het genieten dat ik aan het breien ben. Maar ik heb niet zo... Ik heb genoeg. Ik heb genoeg om aan te trekken. Dus ik heb niet zo dat verlangen dat ik meer en meer wil. Ja. Dus misschien heb ik per ongeluk ineens een hele duurzame garderobe. Misschien heb ik dat punt bereikt zonder dat ik het echt in de gaten had. Ik heb me er wel eens vaker in verdiept hoor. Minimalistische... garderobe van 30 kledingstukken of zo. En eindeloos combineren. Nou, dat heb ik wel eens geprobeerd. Maar misschien heb ik het, zonder dat ik het in de gaten had, bereikt dat punt. Overigens heb ik al mijn oude jurkjes die ik in de winkel kocht nog wel. Want ik heb dus altijd gedacht, ik ben ook wel van het opruimen. En ik heb ze nu al meer dan een jaar, anderhalf jaar zelfs, niet gedragen. En ik heb regelmatig gedacht, is het dan nu tijd om daar afscheid van te nemen? Maar ik realiseerde me ook... Als nou ineens toch die prikkel komt van ik wil graag iets kopen, dan kan ik die misschien wel voldoen met iets uit mijn eigen bak, wat ik al anderhalf jaar niet meer heb gedragen, maar wat ik destijds wel heel erg leuk vond te halen. Dus ik heb ze wel bewaard nog. Ja, maar ik vond het een lekker gevoel. Ik dacht, ik ben compleet. Dat is echt, dat voelde heel rustig en helder. En ik ben ook heel blij dat ik dit vest nog heb, want... Ja, daar voel ik me ook heel fijn in. Dus, ik kijk ook uit naar de zomer. Ik merk, in de zomer vind ik het zelfs nog wat makkelijker. Ik heb vorig jaar een hoop topjes gehaakt. Ik heb wel een aantal dingen op mijn lijstje staan die ik wil maken. Ik heb daar denk ik alle materialen al wel voor in huis. Ik heb niet zoveel zomergarens voor bijvoorbeeld een hemdje of zo. Ik heb één hele mooie streng sokkenwol van Manon, van Wit Zomer. Daar wil ik een topje mee gaan breien. Maar ik heb geen linnen katoen garens volgens mij echt, die ik echt heel mooi vind. Maar goed, ik heb wel genoeg andere dingen voor zomerwesjes en zo. Dus ik geloof niet dat ik iets aan hoef te schaffen. Maar ook in de zomer ben ik helemaal oké met gewoon een zwart hemdje of een zwart shirtje en een linnen rok. Een soort uniform. Oh, heerlijk. Ja, lekker hoor. Als het koud is, een legging erbij en een vestje erbij. En klaar is Sarah. Alles, linnen rokken in verschillende kleuren voor de variatie. Af en toe een jurk. Ja, heerlijk. Dus, dat was een fijn gevoel. Maar goed, ik wil het met jullie hebben over de handwerkperikelen van mijn dochter. Of nou ja, niet echt de perikelen. Een aantal handwerkresultaten. Die begonnen eigenlijk... Ik ben nog koffie aan het drinken. Dat doe ik eigenlijk nooit. Normaal gesproken bewaar ik mijn koffie echt voor een rustig momentje. Ik drink maar 2 kopjes koffie op een dag. Dus daar wil ik dan echt de tijd voor nemen. Maar nu kwam het even zo uit. En nu is hij bijna... Ik hou niet van koude koffie. Dus nu moet ik hem eigenlijk eerst even opdrinken voordat ik aan het volgende hoofdstuk ga beginnen. Misschien kan ik knippen. Daar hou ik ook niet zo van. Dus dan moet je kijken hoe ik koffie drink. Oké. Ik heb vorig jaar volgens mij wel eens verteld dat het me zo leuk leek als mijn kinderen wat meer gingen handwerken. Toen ze klein... Ik heb een zoon en 2 dochters. Ze zijn nu 14, 17 en 19. En toen ze klein waren, hebben ze alle 3 best wel wat gehandwerkt. Vonden ze leuk en ze maakten allerlei dingetjes. Maar nu hebben ze andere bezigheden en andere interesses. En het leek me zo leuk. Ik denk zelf wel eens van, oh, hoeveel jaren handwerktijd heb ik gemist als puber. En ja, begin 20 begon ik wel een beetje mee, maar had ik ook nog niet helemaal goed de slag te pakken. Terwijl ik toen natuurlijk heel veel tijd had daarvoor. En dat heb ik wel eens jammer gevonden. En mijn moeder zegt altijd van, ja, maar jij wilde ook echt niet. Ik vond handwerken super suf. Als mijn moeder alleen maar dacht dat dat iets voor mij was, dan vond ik dat al een belachelijk idee. Ik was ook niet echt geïnteresseerd. Maar mijn moeder handwerkte in die tijd ook niet zoveel toen ik puber was. Wel toen ik klein was en nu inmiddels ook weer heel erg veel. Maar in die tijd ook niet.
Maar mijn kinderen worden natuurlijk de hele dag omringd door allerlei handwerkjes. En waar ik het vroeger vooral stom vond en het ook niet zo'n groot deel van mijn leven uitmaakte, vinden mijn kinderen het alle drie heel erg leuk dat ik het doe en dat ik dingen maak. Dus ik dacht, oh, ik zou het zo leuk vinden als zij zelf daar ook mee gaan experimenteren. Mijn oudste dochter wilde een trui gaan breien voor haar vriendje vorig jaar al. En ze was eigenlijk best wel fanatiek begonnen, maar ze breide een stuk strakker dan dat ik breide. Dus uiteindelijk hadden we helemaal niet, we hadden geen proeflapje gemaakt en niet de goede naald gekozen. Dus het moest uitgehaald en opnieuw. En daar is het een beetje blijven hangen. En ze wil nog steeds heel graag die trui maken. Maar ze heeft het echt heel erg druk. Dus ze heeft gewoon weinig handwerktijd. Nu hadden wij een buurmeisje wat ontzettend veel haakt en daar allemaal mee bezig was. En ik heb een paar keer, dat vond ik ontzettend leuk. Ik even oud als mijn. Ze was ook 17, 16 toen. En ik heb dat een paar keer zeer subtiel laten vallen hier. Hoe leuk ik het vond dat zij dat deed. En mijn jongste dochter heeft dat toch wel opgepikt. Die dacht van, nou laat mij het ook maar eens proberen dan. En die is aan het begin van de zomer begonnen met haken. En ik vond het ontzettend leuk om haar enorme volharding daarin te zien. Ook leuk om te zien in welke aspecten ze op mij lijkt. Ik heb haar nauwelijks iets geleerd. Ik heb haar misschien hooguit geholpen met het aanbieden van het juiste materiaal. Ja, dat eigenlijk. En heel af en toe een kleine tip. Maar zij heeft net als ik het heel erg zelf uitgezocht. Ik leer ook het liefst zo. Ik ga het liefst zelf aan de slag met filmpjes en proberen. Ik hou er eigenlijk niet zo van als iemand het mij gaat uitleggen. Nou, dat had zij ook, gelukkig, want ik hou ook niet van uitleggen. Dus af en toe deed ik wel een heel klein beetje iets voor als ze iets op een filmpje niet begreep. Maar ze heeft zich grotendeels zelf daardoorheen geworsteld. Nou ja, met een volharding die ik heel mooi vond om te zien. En zij heeft de hele zomer lang heeft zij allerlei knuffeltjes en dingetjes gehaakt. En zij heeft daarvoor deze boekjes gebruikt. Die had ze in eerste instantie in de Biep geleend. En uiteindelijk heeft ze ze op vakantie heeft ze gekocht. Kawaii haken van Melissa Bradley. Amigurumis zijn dit. Ik haat ze, om te maken vooral. Ik moet ook zeggen dat ik licht jaloers naar het werk van mijn dochter keek. Want waar ik zeg maar bijvoorbeeld heel veel moeite had om dan zo'n gezichtje goed te krijgen, was dat voor haar super makkelijk. Zij kon altijd precies die gezichtsuitdrukkingen zo mooi maken. En gaan bijvoorbeeld deze ertjes in een peulenschil. Ik weet niet hoe dichtbij, ik zit nou een beetje verder weg. Maar ja, echt gewoon fantastisch. En zij bezit dus wel het talent om dat echt mooi te maken, dat gezichtje erop. Dus dat is heel erg leuk. Nou ja, inmiddels heeft ze ook al een paar cactusjes gewoon gemaakt zonder gezichtje. Die vind ik ook heel erg leuk en netjes. En ja, het is echt een hele collectie. Dit is nog niet eens alles. Ik heb er gewoon een paar van boven even gepakt. Maar ondanks dat ik dus zelf eigenlijk niet zo heel erg van die amigurumis hou, vond ik het toch wel heel erg leuk wat er allemaal in die boekjes stond. En ik ga ook zeker, bijvoorbeeld dit plantje, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet, ik weet niet zoveel van plantjes, maar dit plantje dacht ik, oh, ik zou die heel graag willen haken in een gewoon terracotta potje zonder gezichtje erop, maar gewoon voor mijn collectie cactussen. Nou ja, zo zijn er wel meer die erin staan waarvan ik dacht van, oh, die vind ik wel heel erg leuk zonder het amigurumi-stuk dan. Dus ja, heel erg leuk. Ja, leuke boekjes zijn het. Duidelijke patroon. Ik vond het ook zo knap hoe ze begon met een filmpje en uiteindelijk gewoon heel makkelijk een patroon kon lezen. Ja, echt heel knap. Oh ja, ik zie nou van alles erin staan wat ze ook heeft gemaakt. Dat ben ik eigenlijk niet tegengekomen op haar slaapkamer. Ik weet niet waar ze dat allemaal heeft bewaard. Nou, heel leuk. Toen wilde ze aan het einde van de zomer ook graag een trui voor zichzelf breien. Nou, dat is natuurlijk een droom die voor mij uitkwam. Ik heb dat niet eens gestuurd. Het kwam uit haarzelf, denk ik. Ik ben niet altijd even subtiel Dus misschien heb ik. Nee, ik volgens mij niet. Maar ze wilde een trui breien en dat heeft ze ook gedaan. Dit is de trui die zij heeft gemaakt. En dit is helemaal zelf gebreid. Dit is de Towns Sweater en dat is een patroon van Ozetta. En dit patroon hadden we eigenlijk gekocht, had ik eigenlijk gekocht. Nou, nee, of misschien zelfs wel mijn oudste dochter zelf.
Ik weet niet meer hoe we dat. Daar zaten hele gedachten achter. Achter dat proces. Ik weet niet meer precies hoe dat gegaan is. De trui voor haar vriendje. En dan zouden we de bovenkant aanpassen. Zodat het een herentrui zou worden. Maar uiteindelijk heeft mijn jongste dochter deze trui dus voor zichzelf gebreid. Met een garen van Wool Addict. En dan weet ik even niet meer precies welke. Ik had zo'n bloggerbox gekregen met 10 bollen in deze kleur. 10 bollen grijs. Ja, een sweater quantity dus. Precies genoeg. Waar ik zelf denk ik niet zo heel veel mee zou doen. Het is ook al een beetje pillig. Dat vind ik dan... Nou ja, dat gebeurt bij non-superwash garens ook vaak. Maar goed, het was een heel fijn draadje. Een worsted weight draadje waar ze mee kon beginnen. En waar ze lekker mee kon breien. Ik ga hem even aantrekken. Dan kan je zien hoe die valt. Want ik heb hem al eens vaker een keer aangehad. En toen dacht ik, wow. Ik zou nooit denken dat ik zo'n trui zou willen. Maar toen ik hem even paste voor het idee, veranderde dat ineens. Moment. Oké. Nou, deze trui is bedoeld om met behoorlijk wat positive ease te dragen. Nu hadden we natuurlijk een beperkt aantal garen. En ik denk dat we de kleinste maat uiteindelijk hebben gekozen. Dat weet ik niet meer zeker. Maar achteraf gezien vindt mijn dochter hem eigenlijk iets te smal vallen. Ze houdt van iets wijdere modellen, de truien. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik hem zo leuk vind. Want ik hou er juist van als ze wat smaller vallen. Maar deze trui brei je van beneden naar boven. En je gebruikt voor de boorden gebruik je dezelfde naald als voor de rest. Dus de boorden zijn vrij los gebreid. Ook vrij groot. Het is een dropped shoulder construction. Dat betekent dat het een heel makkelijk patroon is om te breien. Je breidt gewoon eerst een heel stuk in het rond. En op een gegeven moment splits je voor de armen. Nou, je gaat een heel klein beetje eerder, bij de neklijn zoals je ziet valt die mooi hier wat lager dan in je nek. Dus daar ga je een heel klein beetje, moet je een beetje opletten. Maar dat was voor haar als beginnend breister prima te doen. Er zitten geen short rows in of zo. En vervolgens neem je steken op voor de mouwen en brei je die. Ik denk, er zitten wel minderingen in. Ja, er zitten wel een paar minderingen in, maar ook dat was niet zo moeilijk. En lange boorden. En dan neem je steken op voor de hals. En dan brei je de boord en die is dubbel. Ja, die is dubbel gebreid en naar binnen dichtgenaaid. En dat is het enige stuk waar ik haar mee geholpen heb. Maar verder heeft ze het helemaal zelf gedaan. En ik vind dat die haar prachtig staat. Zij is nog niet helemaal tevreden, maar... Ja, dat komt wel. Ik kan de trui ook prima aan, dus we bewaren hem gewoon. Hij ligt in de kast en ooit zal ze hem misschien wel gaan dragen. Maar toen ik hem dus een paar maanden geleden een keertje aantrok, gewoon voor het passen, gewoon om te kijken hoe dat was, toen was ik echt zo aangenaam verrast door dit. Het is een heel zacht wolletje. Ik heb geen idee meer dus welke wol het precies was en wat er in zat. Ze heeft zelf ook aantekeningen gemaakt, maar die heb ik... Nee, ik geloof niet dat ik die zo 1, 2, 3 kan pakken. Ik vond dit zo lekker. En ook hoe het viel. En waar ik normaal snel dit heb, dat het zo hoog zit en dat ik dat niet fijn vind. Ja, is dat nu helemaal niet. Het voelt juist echt wel, het is ook niet zo strak. Het voelt als een, ja, echt zo'n warme omhulling of zo. Ook bij je nek. Dus ik was echt aangenaam verrast. En misschien ga ik ook nog wel een keer zo'n trui breien. Ik heb namelijk... Later weer, ook weer in een bloggerbox van Lang Yarns. Ik blijf dat krijgen. Ik heb me daar niet voor afgemeld. En dat wil ik denk ik ook nog niet. Want ja, dit was toch wel heel erg leuk. Dat we zonder een groot bedrag te investeren. Dat zij gewoon genoeg wol had voor een trui. Omdat we ook niet wisten of ze het echt af zou maken. Of ze het echt leuk zou vinden.
Maar ik heb nog 10 bollen lamswol gekregen. In een beetje een bruin-grijze kleur. En toen dacht ik, zal ik gewoon een keer zo'n trui maken voor mezelf? Of nou, niet eens per se alleen voor mezelf. De meiden kunnen hem ook allebei aan. Ja, en dat dan gewoon zo'n tussendoorwerkje wordt, omdat het zo makkelijk is om te breien, dat ik dat misschien een keer op mijn naalden zet om te doen. Maar goed. Dus ik ben echt ontzettend blij en trots. Mijn handwerkende moederhart maakt hier hele hoge sprongen van. Dat mijn 13-jarige, nou, ze heeft hem denk ik afgemaakt toen ze 14 jaar, dat dit kan. Ja, dat vind ik echt, echt fantastisch. En dat ze dus weet dat ze dat kan. En ik moet wel zeggen dat ze hierna niet meer gebreid heeft. Het was ook wel weer even klaar. Ze is nu wel weer aan het haken. Het gaat een beetje op en af. Het is niet dat ze altijd veel handwerkt. Maar het is wel iets wat ze er lekker bij kan pakken. En dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. Ik heb al een paar keer aan haar gevraagd of ze geen sokken wil leren breien. In januari had ik de ontmoetdag van Truida. En toen heb ik aan Julia van de Dutch Knitter. Zij kwam een bolletje tekort voor een vestje. En daar hadden wij nog een beetje van over. Het Hildegard vestje. Maar dat had ik aan mijn dochter gegeven, dat bolletje. Want zij dacht van, nou, misschien kan ik daar een keer iets van haken. Maar Julia had net een beetje tekort. Dus ik vroeg, schat, mag ik dat meenemen en aan haar geven? Nou, dat vond ze prima. En toen kreeg ze als dank een bolletje sokkenwol. En in kleurtjes die zij heel erg mooi vond. Dikke sokkenwol. En ik hoop dat dat uiteindelijk haar gaat aanzetten tot sokken breien. Ze heeft het laatst een keer gezegd. Zal ik sokken gaan breien? De sokken die ik voor haar heb gebreid draagt ze echt elke dag als huissokken. Die begonnen een beetje dun te worden op de voeten. Dus misschien als daar een gat in komt dat ze met het bolletje van Julia aan de slag gaat. Dat zou ik wel echt heel erg leuk vinden. We gaan het zien. Niet te veel pushen. Ook niet te weinig. Gewoon af en toe een beetje laten vallen. Ja. Goed. Dit was het voor vandaag. Zoals ik al zei, ik heb echt wel wat vooruitgang geboekt aan verschillende werkjes. Daar vertel ik je volgende keer meer over. Ik hoop, volgens mij heb ik nu dus echt een rustigere week dan vorige week. En kan ik even de breitijd een beetje inhalen. Want ik heb het echt gemist. En ik heb heel veel zin. Mijn grootste focus gaat liggen op mijn testknit van de Laudervest. Ik ben bijna op het punt dat ik in het rond kan gaan breien. En het hangt boven. En ik word er heel erg blij van. Ik vind het heel erg leuk. Dus daar ga ik vooral mee aan de slag. En verder praat ik je volgende week wel bij. Ik ben benieuwd of ik dan volgende week iets af heb. Volgens mij heb ik het volgende week gezegd. Ik ben benieuwd of ik iets af ga krijgen. Nou, no way. Het hoeft ook niet. Het hoeft ook niet af. Maar soms is het leuk om ergens naartoe te werken. Oké, dit was het voor deze week. Ik wens je een hele fijne week met hopelijk een lekker wat handwerktijd. En doe vooral dingen waar je hart een sprongetje van maakt. En dank je wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!